Hallo allemaal, ik ben het, Sjors. In mijn vorige vlog heb ik verteld wat een PhD inhoudt. En zei ik ook dat ik een iets anders smaakje doe van de PhD, namelijk een Industrial PhD. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over wat dat precies inhoudt. De vorige keer vertelde ik al dat je als PhD vaak in dienst bent van de universiteit. En de naam doet het al een beetje vermoeden, maar een Industrial PhD is dat niet. Die is namelijk een dienst van een bedrijf uit de industrie. En, het zal je niet verbazen, maar voor mij is dat dus bij steding. Dat betekent dat ik de komende vier jaar in dienst blijf bij Stedin, terwijl ik dus op hoog academisch niveau onderzoek ga doen. Een dergelijke samenwerking moet je zien als een echte win-win. Stedin krijgt namelijk toegang tot het academische netwerk van de universiteit en zo dus toegang tot kennis die ze anders pas over tien jaar zouden hebben. En de universiteit die krijgt toegang tot de kennis en kunde en de data die bij Stedin is. En zo blijf ik dus de komende vier jaar mijn onderzoek afstemmen op de prioriteiten van Stedin. Maar dat is de toekomst. Voordat ik wat meer vertel over wat mijn onderzoek nou echt precies inhoudt, ga ik in mijn volgende vlog vertellen hoe ik hier eigenlijk terecht ben gekomen. Dus ik zie je de volgende keer. Dag!